Jo Johannes, wat ligt er volgens jou nou aan die geweldsuitbarstingen te grondslag? Uh, steeds verslichterende mensenrechten situatie in Eritrea, waardoor dus vluchtelingenstromen nog steeds plaatsvinden vanuit Eritrea deze kant op. Eritrea heeft namelijk geen grondwet, geen parlement, nee. geen vrije pers, mm -hmm. geen onafhankelijke rechtspraak. Een dictatuur, zei je. Doen. Een dictatuur, Dictatuur ja. Isaias Avorki, die een dikke vrienden is met Poetin, die Poetin mm -hmm. steunt. Mm -hmm. uh, ook de inval van uh, Rusland in Oekraïne. Ja. Maar hoe kan het dat, dat die situatie hier leidt tot deze geweldsuitbarsting? Gewelduitbarst, uh, Vanwege de lange arm van het regime in Eritrea, die dus ook de vluchtelingen hier controleert. Elke Eritreër die buiten uh, Eritrea woont... is verplicht om 2% ja. van zijn inkomen... maandelijks aan het regime af te dragen. Oké. Okay. Dat uh, geldt ook voor jou? Dat geldt, maar ik weiger om dat te doen. Uh, ik ben dan ook persona non grata om Eritrea te bezoeken. Okay. Op grond van wat ik schrijf, wat ik mijn journalistieke werk. En omdat ik vraag... We hebben het hier over Navalny. Ja. Er zijn... Tientallen Navalny's in Eritrea. Ik die, zie dat dus wel anders. Ja, maar dat was. zijn decennia lang. Ja. Uh, incommunicado, dus ja. zonder bezoek of ja. wat dan ook zijn verdwenen. Ja. Maar, dan, maar zijn er dan meerdere, zijn er verschillende groepen? Wat Klip. wij steeds horen is: er is een groep pro-regime en een groep tegen het regime. En dat. Exact. Die clash. Maar die zitten Dat's... allebei hier. Die zijn allebei, allebei gevlucht. Ze zitten Dat's allebei zo. gevlucht. Graag, daar ben ik het dus niet mee eens. Nee, want want... U, de, de mensen die hier, dat waren waarschijnlijk mensen die het regime steunden. U, u steunt ook het regime dan? Nee. Okay. Nee, nee, het, het feit dat, uh, dat eerste, tweede generatie Eritreërs hier in Nederland, dus Nederlandse Eritreërs of Eritrese Nederlanders. Um, um, een aantal keren per jaar bij elkaar komen en dat graag doen en een feestje vieren. En inderdaad daar met elkaar de cultuur, uh, trots zijn op hun land... Ja, u zegt dat het is geen politieke wortels. bijeenkomst mag, Nee, mag, ik mag. ben daarbij geweest. Mag, en, ik dat betekent nog niet dat als je trots bent op je land en van de cultuur en de muziek houdt... Ja. dat je daarmee ogenblikkelijk een regime steunt. Dat vind ik echt twee nee. verschillende dingen, en daar zijn ook geen feiten en bewijzen okay, voor Houd, dat dat zaterdag nee. het geval was en, en ik was erbij. Ja, en Houd, ik Houd, heb, Johannes. Zie, 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 zie jij het als een politieke bijeenkomst? Oh ja. Kijk, wat mevrouw met alle respect doet uh, en professor van Reijse, ze gooien zand in de ogen van de Nederlandse publiek. Dit is een politieke vest zoals de tegenstanders ook met, vanwege politieke motieven dat deden. Uh, en we moeten op grond van feiten naar oplossingen zoeken. Want ik heb documenten vanuit Eritrea in mijn handen gekregen, die staan hier, zijn ook gepubliceerd in Vrij Nederland, waaruit blijkt hoe zulke feesten georganiseerd moeten worden. Buiten Eritrea. Gewoon instructies voor hoe zo'n Instructies. 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 Okay, maar... En dat staat ook in Vrij Nederland. Er zijn ook debatten geweest in de Tweede Kamer. Als ik aan u mag vragen, wat was de aanleiding van het fest afgelopen zaterdag? Men wilde graag al een nieuwjaarsfeest vieren in januari, maar je, verschillende, burgeme, nee, ja. verschillende burgemeesters wilden nee, nee, het niet vanwege de, de onwetendheid. Ik mag uit. het wel. Verschillende burgemeesters in verschillende steden durfden dat niet aan, om, vanwege de onwetendheid. Dus het was een verlaat nieuwjaarsfeest. Ik ben daarbij aanwezig geweest. Mm -hmm. Ik spreek zelfs Arabisch, dus ik kan ook nog uh, los van het Nederlands ook nog met een aantal Eritreërs ja. goed te communiceren. Dank je vrienden. En uh, um, uh, dit was geen politiek feest. Ja. En ik wil niets afdoen van wat u zegt en de situatie. Maar waar het hier om gaat, is dat er op basis <tie> van feiten een groepering is die zich de brigade Namidoo noemt, die verwant is aan uh, en die de Tigray-regio ja. ondersteunt, en die de week daarvoor hebben opgeroepen, openlijk op social media ja. en uh, tot maar, haat en ja. geweld ja. en daar te komen.